Democratie gaat over de meerderheid, maar ze hebben wel de verantwoordelijkheid voor de minderheid. En dus kun je echt aan allerlei knoppen draaien, zeg maar. We gaan dan gezinswoning uit elkaar trekken. Ik vind het een prachtig detail. De comfort die het met zich meebrengt, er zit heel veel voordeel aan. En een andere mooie kwaliteit ervan is dat het tijdelijk is. En bepaalde acties die beïnvloeden natuurlijk wat je denkt. Ontwerpen we misschien exclusiviteit in de hand? De meest duurzame vorm van werk is eigenlijk verbeeldingskracht inzetten. Goedemiddag, welkom bij World Design Embassies, een vierdelige programmareeks van de Dutch Design Foundation. Die ken je natuurlijk van de Dutch Design Week, maar ook deze 8 ambassades zijn er onderdeel van. En ik zeg 8, want we hebben een nieuwe te presenteren vandaag. Daarin wordt nagedacht over maatschappelijke uitdagingen en de rol die design kan spelen om die op te lossen. Steeds over een eigen thema, duurzaamheid, diversiteit, klimaatneutraal bouwen, zulke dingen. Vandaag hebben we het over hoe ontwerp je een inclusieve en veilige samenleving. En dat doen we met 2 embassies. De embassies van Safety en dus die nieuwe Inclusive Society. Bij mij aan tafel zit Tabo Goudsvaart, links voor mij, curator van de Embassy of Safety. Welkom. Jorn Konijn, rechts als Head of Program en opstarter eigenlijk van de Embassy of Inclusive Society. En niet bij mij aan tafel, maar gelukkig wel via Zoom, mensenrechtenadvocaat Domenica Guidet, lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie en voormalig lid van het College voor de Rechten van de Mens. Welkom ook, Domenica. Fijn dat je er bent. Ja, dank. We gaan meteen met jou beginnen. Ik mag jou zeggen, hebben we van tevoren gecheckt, gelukkig. Ja. We hebben het over een veilige en inclusieve samenleving. Hoe we dat in Nederland kunnen gaan ontwerpen. Ik zeg benadruk gaan, want er is nog wel wat werk, denk ik, aan de winkel. Hoe staat het er nu voor, wat jou betreft? Het kan beter. Inclusief, nog niet. Veilig is net, wat versta je onder veiligheid? Mm-hmm. En op zich, we leven in een veilige samenleving als je kijkt naar de oorlog en de ellende in de wereld. Maar de veiligheid in de zin van sociale veiligheid in organisaties en in buurten, daar moet er nog heel veel aan gebeuren. En daarvoor is zeker heel belangrijk vertrouwen nodig. Vertrouwen in elkaar, vertrouwen in het systeem en verantwoordelijkheid dragen daarvoor. En inderdaad, waar is dan de grootste winst te halen als we op dat voorbeeld even inzoomen, bijvoorbeeld in wijken, als we het eens concreet maken? Ja, weet je, de ene wijk is de andere niet. Hmm. Ben je in een wijk ergens in Tietje-Extradeel of in Amsterdam of Rotterdam, dan heb je een hele andere dynamiek. En dat heeft gewoon te maken met de infrastructuur, dat heeft te maken van de geschiedenis van de buurt. Dus dat zijn zoveel aspecten. Ik denk dat we soms te snel in het doen-modus schieten. Ja. En belangrijk is, vooral wanneer je met ontwerpen bezig gaat, dat je de tijd neemt om waar te nemen. Waar te nemen niet alleen maar met je ogen, maar waar te nemen met je hart en waar te nemen met je buik. Het klinkt allemaal van die softe dingen. Op zich ben ik niets tegen soft. Maar waar het om gaat is echt wanneer het hoofdkantoor boven eventjes kan parkeren. En echt gaat lopen en waarneemt. Dan ervaar je ook andere dingen alleen maar wanneer je in een downloading fase gaat. En dat is een hele belangrijke methode, vind ik. Ja, dat is een interessante opmerking eigenlijk. Iets wat eigenlijk buiten, laten we zeggen, beleid maken omvalt. En misschien zit daar wel de kracht van design. Dat je ook de softere aspecten, zoals je ze noemt, mee kan nemen. Zie je dat ook zo? Wat is de rol van design, wat jou betreft? Nou, we hadden in het voorgesprek ook gehad van alles wat gemaakt is, wat bestaat, is ontworpen. Behalve de natuur en wie weet wat daar. We weten zo weinig. Ik denk dat is ook die nederigheid die van ons gevraagd gaat worden. Is wat weten we wel, maar we weten zoveel niet. Echt de manier, wij zijn ook onderdeel van de natuur. Wij proberen nu design nieren of design organen te creëren en dat soort dingen. En ook design baarmoeders, denk ik, dat is de volgende om een mens te kunnen creëren. Mm. En verschillende dingen. Dus het heeft gewoon te maken, wie is erbij betrokken bij het design? Wie heb je voor ogen? En welke belang heb je erbij? Welke doel wil je daarmee bereiken? Dus dat zijn belangrijke aspecten die daarbij een rol spelen. Ik denk dat eigenlijk beleid zou ook op die manier geformuleerd moeten worden. Wil je daadwerkelijk duurzaam beleid hebben wat eigenlijk gedragen wordt
en ook recht doet aan de gelaagdheid en diversiteit van onze samenleving. En diversiteit, wij zijn divers. Dus het is niet echt zo dat diversiteit opeens is ontstaan. En de vraag is alleen maar, wie zie je wel en wie zie je niet? Mm-hmm. En welk belang heb je erbij om de anderen niet te zien? Omdat daarmee, moet er iets met jou gebeuren om die daadwerkelijk te betrekken. Omdat de structuren, de manier waarop we met elkaar samenwerken, gebaseerd zijn vanuit een bepaalde nominantie. En die is bezig vooral hoofdzakelijk zichzelf in stand te houden. Maar je krijgt hoe dan ook rechtsom of linksom de prijs gepresenteerd. Mm-hmm. Nou, is dat eigenlijk een proces wat in, laten we zeggen, de normale maatschappij al een beetje begint? Hè? Het idee dat er één dominantie is en dat daaraan gekraagd moet worden. Dat er meerdere perspectieven bij moeten komen. Hoe kijk je vanuit dat perspectief naar de designwereld? Gebeurt daar al genoeg? Nou, ik denk van... Van Dutch design is iets anders. Dus Dutch design is onderdeel van de werelddesign. Mm-hmm. En natuurlijk heb je, ik denk aan Nederlanders, echt gewoon, is echt gewoon de trots van Nederland. De manier waarop op technisch vernuft en de scheppingskracht is gewoon groot. Entrepreneurship is ook groot. De vraag is wel, vanuit welke perspectief doe je dat? En wie heb je voor ogen wanneer het tot ontwerpen overgaat? En ik denk dat daar af en toe zie je wel situaties waarbij er gekeken wordt. Maar degene die ontwerpt, die neemt zichzelf mee. En zelf een referentiekaart. Dat is echt het mooie. Op dit moment wordt dat vooral, we hebben het gezien, al die ongelukken van Google. Waarin in AI-wereld, we krijgen het echt gewoon voorgeschoteld hoe wij vanuit een eenzijdige referentiekader zijn gevormd. Mm-hmm. Ik moest lachen toen ik jullie drie aan tafel zag. Toen dacht ik aan de buitenkant, ja, jullie zijn een beetje gered door mij, maar ik ben niet aan die tafel. Maar ik ben het wel virtueel. Maar dat is echt, maar dat is de buitenkant. Ik weet heel weinig van jullie. Ik weet niet waar je geboren bent. Ik weet niet hoe je gezin eruit zag of eruit ziet. Ik weet niets van je filosofische of levensovertuiging. Weet je, dus dat is iets anders. Maar de buitenwereld ziet jou wel als een witte man. Ja, en er zijn er dan drie van hier aan tafel. En jij bent via Zoom, inderdaad. Aan tafel. En hoe zorg je dat inderdaad aan die tafel die dan ontwerpt, daadwerkelijk die diversiteit is. En niet alleen maar de fysieke diversiteit, maar ook met macht. Ja. We hebben heel veel ontwerptafels gehad. Ik zit in Nederland al jaren in de inspraakorganen. In die zin van ooit in de jaren 80 ontworpen om ervoor te zorgen dat je vanuit de verschillende perspectieven inspraak krijgt. Maar op het moment dat de macht alleen maar dat als ritueel gebruikt en niet daadwerkelijk mee betrekt, daar heb je ook niks aan. Dus de vraag is, ben je bereid een stap opzij te doen? En dat is waarom ik zei van het hoofd, het hart en de buik te laten spreken en te verbinden. Is dat je gewoon opzij gaat en daadwerkelijk bereid bent in een soort co-creatie de ander een plek te geven en dat te doen. En ik denk dat er experimenten zijn. Ik heb het, de laatste tijd werk ik met de museale wereld en kunstorganisaties. Dan heb je ook gezien bijvoorbeeld hoe bepaalde tentoonstellingen nu verschillende curatoren erbij gehaald worden. Om ook de verschillende verzwegen stemmen ook een plek krijgen. En hoe veranker je dat daadwerkelijk duurzaam in de structuren? En dat weet ik niet. Dus ik dacht van eigenlijk, ik had een foto willen sturen, heb ik niet gedaan. Weten jullie wat dit is? Geen idee. Nee. Ja, een kussen? Heel goed. Ik denk dat jij een collector bent. Ik ben toevallig in Zambia geboren. In Mukushi. Dat dacht ik al. Ja, dat is een kussen inderdaad. En je zou zeggen, ja, het lijkt ongemakkelijk, maar heb jij wel eens daarop gelegen? Ja, wel eens geprobeerd, maar niet een hele nacht. Niet een hele nacht, maar hoe lang? Even om het te proberen. Ja. Ja. Nee, het is echt gewoon die ergonomische stoelen en dat soort dingen. Dus ik denk dat in de wereld op verschillende plekken ontwerpen zijn gemaakt om... die echt gewoon heel mooi gebruiksvoorwerpen zijn. Maar dan is belangrijk natuurlijk, geef je rekenschap dat je daar vandaan gehaald hebt. Ik weet nog, BMW
Het embleem van BNB is een Zuid-Afrikaanse ontwerp van een dubbele vrouwen. Maar BNW die heeft het, is het plagiaat geweest. Mm-hmm. Honderden jaren later hebben ze gezegd van ja, het is eigenlijk niet ons ontwerp, maar komt ergens anders vandaan. En hoe vaak doen we dat? En ik denk dat dat is ook, dat heeft gewoon met integriteit te maken. Wanneer je iets meeneemt van een ander, hoe geef je rekenschap dat dat inderdaad een soort niet appropriation is van stelen, maar ook daadwerkelijk recht doet. En daarmee ook mee betrekt. Maar dat is wat denk ik heel belangrijk is met design. En welk doel dient dat? En bij het formuleren van het doel, wie betrek je mee om te bepalen welk doel het is? Welk belang heb je? En welk belang dient dat ook? Dus nou, dat zijn. En ik denk dat op dit moment de AI-wereld ons echt een spiegel voorhoudt. Omdat onze plaatjes bepalen wat we creëren straks. En dat is altijd zo geweest, maar nu zien we dat wanneer de zelfrijdende auto's zwarte mensen gewoon dood kunnen rijden. Dat je denkt van ja, maar ze niet gezien worden als mens. Of dat Google Analytics gewoon een zwart persoon als gorilla bestempelt. Of noem maar op. Dus dit zijn de beelden waardoor wanneer je niet gevoed bent in je primaire socialisatieproces met beelden van de ander, of althans bepaalde verwrongen beelden van de ander, dat effect heeft. En ik denk dat dat is wat die inclusiviteit van alle vraagt. Ja. Het begint bij jezelf, het begint bij je eigen socialisatie onderkennen, zien en daarmee aan de slag gaan. En dat hoort bij iedere opleiding, bij iedere design opleiding zou daar echt niet alleen maar één semester, een paar maanden, maar echt op alle onderdelen. Gewoon kijk eens naar je eigen socialisatie. En welk doel dient het? En welk belang dient dat? Dat soort vragen echt de hele tijd mee te betrekken. Op die manier dat je in het ontwerpfase en in de realisatiefase ook gebeurt. Dankjewel. Ik zit niet in de design. Opleiding. Ik ben meer in de kunst en cultuur op dit moment nog. Ja. Maar weet, krijg ik iets te doen met de designopleidingen. Dat lijkt me leuk. Heel goed. Nou, het staat bij deze genoteerd. Ik heb er geen connecties voor verder, maar dat komt vast goed. Er zijn heel veel kijkers. Dus. Ik hoef het niet te zijn. Ik bedoel, daar gaat het niet om mij. Maar het gaat erom dat het gebeurt. Ja, en dat snap het niet alleen maar op symbolisch niveau eventjes erin fietsen en eruit. Ja. Dat het gewoon duurzaam verankerd wordt. Dat heeft ook met rekenschap te maken. Zeker. Dankjewel, Domenica. Je zit aan onze virtuele tafel, dus blijf vooral meepraten. Zwaai even als je iets weer wil zeggen, dan schakelen we over naar de Zoom. Voor nu gaan we over naar Jorn Konijn. Zoals gezegd, Head of Program en opstarter van Embassy of Inclusive Society. Ja, we hoeven het naar dit verhaal bijna niet meer uit te leggen, maar waarom deze Embassy? Nou, precies inderdaad aansluitend bij het verhaal van Domenica. Het is gewoon zo belangrijk om dat te doen. Alle voorbeelden die zij al noemt. Het is eigenlijk al bijna te laat dat we er nu pas mee beginnen natuurlijk. Oh ja. Maar ik denk dat sinds vorig jaar natuurlijk ook de hele Black Lives Matter movement en heel veel toch, niet zozeer onrust in de samenleving, maar heel veel groepen die zich laten horen, zeer terecht laten horen. En dat heeft ook zijn invloed op design, of dat daar kijken designers ook naar, van wat is onze positie daar eigenlijk in. Ja, dat merkt wel dat dat heel erg speelt bij het designersveld. En als een van de grote designfestivals van Europa hadden zoiets, dit moeten we echt sterker agenderen. Ja. Ik kondig jou aan als opstarter eigenlijk van de Embassy. Ja. Domenica viel het al op. Ja. Witte, blanke man hier aan tafel, middelbare leeftijd. Ook nog eens, in alles de norm. Ja. Hoe zorg je ervoor dat dat perspectief nou niet dominant wordt in zo'n nieuwe Embassy? Ja, dat is denk ik heel erg, niet zozeer lastig, maar laten we zeggen in ieder geval gevoelig. Ik had ook echt een beetje moeite van, moet ik eigenlijk hier überhaupt wel gaan zitten? Mm. Want ik denk toch echt dat je andere stemmen moet laten horen, ook op een platform als dit natuurlijk. Moet je dat al laten zien, ondanks dat wat Domenica ook zegt van, de mensen kennen mij verder natuurlijk niet, behalve dan wat ze aan de buitenkant zien. Yeah. Dus dat was al lastig, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we in die Embassy met een grote, diverse groep van makers, van ontwerpers, van curatoren werken. Om zoveel mogelijk van die verschillende stemmen te laten horen. Maar uiteindelijk is het ook wel weer wat Domenica zegt. Ja, waar ligt precies de macht en waar zit budgettaire besluitvorming? Ja, dat zijn allemaal natuurlijk mechanismen waar ik vind, waar iedereen over zou moeten, in ieder geval iedereen betrokken bij deze Embassy, over zou moeten beslissen. Ja. Als je het echt inclusief wil maken. Ja.
En dat betekent dus ook dat jij opstarter bent en op een gegeven moment een stapje terug gaat doen. Zeker, voor iemand anders. Ja, absoluut. Ja, dus dit jaar ben ik er erg bij betrokken, ook omdat het mij erg aan het hart gaat. Maar ik hoop heel erg dat dat snel verder wordt overgenomen door een groep. En dat verder naar de volgende edities brengt. En het ook echt zich eigen maakt en er ook weer iets heel anders van maakt dan dat het misschien nu is. Ja. Dat zou ik het mooiste vinden. Ja, want waar gaat die embassy zich op richten? Wat gaat er concreet gebeuren? Ja, in eerste instantie hadden wij zoiets van... Nou, we willen gewoon een zo breed mogelijk palet van ontwerpen laten zien. Zoals je veel ziet op de Dutch Design Week. Maar dan wel eigenlijk gepositioneerd in zo'n embassy... om er extra nadruk op te leggen. Dus dat zijn projecten die te maken hebben met racisme... of met fysieke beperkingen of met gendergelijkheid. Nou, een hele waaier aan projecten. Maar aan de andere kant hadden we eigenlijk ook zoiets van... We willen toch ook wel de connectie met een kant van Eindhoven maken... of met kanten van Eindhoven maken... die wij normaal gesproken niet weten te bereiken. We zijn een heel groot festival in Eindhoven... sterk betrokken met die maatschappij. Maar toch zijn er een hele hoop groepen in die Eindhovense samenleving... die wij niet bereiken. En dat knaagt wel ergens. Dus we dachten, we moeten een manier vinden om toch dat publiek... ook naar ons te krijgen. Dus zijn we gaan nadenken, wat is nou eigenlijk een plek die heel democratisch is... en waar je ook nog een link met design kan maken. Dan kwamen we uit bij de kapper. Dus we willen eigenlijk een pop-up kapsalon maken... midden op het terrein van de Dutch Design Week, echt in het festivalhart. Aan de ene kant dus die presentatieruimte met die ontwerpen... aan de andere kant een kapper waar we verschillende groepen uit de samenleving uitnodigen... om mijn haar te laten knippen. Wat goed, inderdaad, de kapper als... Nou ja, bijna iedereen gaat naar de kapper, ik zelf niet. Nee. Maar heel veel andere mensen wel. Met allemaal verschillende typen haar. Ja. En dat snijdt eigenlijk door die hele samenleving heen, wie je ook bent. Ja, dat hopen we heel erg. Dus inderdaad dat er 1 of 2 dagen een Afro-kapper is of een Asian-kapper. Allerlei verschillende soorten kappers die daar even 1 of 2 dagen hun praktijk opzetten. En hun klanten dus ook meenemen. Maar ik denk dat er ook wel een bepaald soort symbolische waarde in zit. Omdat de kappers kijken natuurlijk altijd in de spiegel. Mm-hmm. En ik denk dat we dat veel vaker zouden moeten doen rondom dit onderwerp. Dus ik hoop dat die symboliek ook een beetje doorgevoerd kan worden. Yeah. Maar ten tweede denk ik ook dat er, tenminste ik heb dat heel erg bij de kapper toch bepaalde gesprekken die ik normaal gesproken niet heb. Soms zijn dat hele intieme gesprekken met mijn kapper. Mm-hmm. Maar ook wel weer een soort gesprekken met de mensen onderling. De andere klanten die ik niet ken. Waar toch weer bepaalde onderwerpen ter tafel komen waar ik anders nooit over nadenk. Ja. Dus ik hoop heel erg die dynamiek van een echte kapsalon daar in die embassy te krijgen. Ja, dat is een ruimte waar je andere mensen spreekt die je normaal niet echt tegenkomt. Ja. En dat er dan ook echt een gesprek is. Ja, dat is de ambitie. Ja. En ik denk dat het nog best lastig wordt, want in hoeverre ga je dat echt regisseren? Ja. Of laat je dat maar een beetje. Ik ben eigenlijk voorstander van om niet te veel te regisseren, maar je hebt een bepaald doel mee. Ja. Je wilt niet zeggen van, Luc, nu moet je toch echt met die en die persoon praten. Nee. Zeg maar het moet een beetje soort natuurlijk komen. Ja. Aan de andere kant is niet regisseren misschien ook het laten gebeuren zoals het altijd gaat. En dat wil je dan misschien juist net niet. Dus dat is het spanningsveld. Ja, aan de andere kant agendeer je het natuurlijk ook weer door dat echt zo te positioneren. Dus daar zeg je ook al wel iets mee. Dat kan je ook bedenken dat het een soort vorm van regisseren is. Ja. Dus best ingewikkeld, maar onwijs leuke puzzel. Domenica? Ja, jij zei het zelf ook, Luc. Ik denk dat het ook belangrijk met dat soort situaties is... hoe zorg je voor dissonantie? Wie zijn disruptors? Dat heel belangrijk is. En het tweede ook, kapsalons zijn behalve de gevoeligheid van Black, Asian en anderen. Ook zijn mensen die vanwege ziekte hun haren verliezen. En dat betekent pruiken. Dus er zijn zoveel gevoeligheden. En dan merk je ook, hoe zorg je ervoor dat je 1 of 2 lege plekken hebt... waardoor je ook het kan ontstaan. Waardoor mensen die iets anders nodig hebben dan wat je daar hebt ook... vorm kunnen krijgen. Dus dat is het van hoe dicht gemetseld is iets en hoeveel ruimte kun je creëren dat er dingen waar je niet aan gedacht hebt kunnen ontstaan. En die dynamiek is natuurlijk heel belangrijk. Dat wou ik even toevoegen. Ja, zeker weten. En dat wordt denk ik dus ook weer een lastig, want dat wil je eigenlijk, maar dat zijn vaak hele intieme gesprekken. Ja. Dus als je het opeens publiek maakt, midden op een DDW waar 1000 man omheen staan, dat is toch een andere dynamiek, denk ik. Ja, dus, misschien moet je het een soort van jaar lang doen en dan in alle wijken of zo. Hè? Ja. Misschien buiten de host van inderdaad dat festivalterrein en precies. Alle aandacht erop. Ja. En goed, daarnaast misschien nog heel erg de link met design zelf. Is dat ik denk dat haardracht is natuurlijk ook een vorm van design. Maar ook de attributen waarmee geknipt wordt. Dat zijn allemaal prachtige designobjecten, meer in de traditionele zin van design. Ja. Dus dat komt daar allemaal wel in samen. Ja. En je zei ook een hele waaier aan projecten, ja. Designprojecten.
Noem maar eens in. Ja, dus daar zijn we nu op dit moment echt aan het selecteren. We hebben een project van Lidiane Albert toe. Volgens mij hebben we daar geloof ik een afbeelding van. Zij is afgestudeerd grafisch ontwerp aan Artes. En zij heeft in eerste instantie gekeken naar stripboeken. Volgens mij vooral Kuifje. En dat hoe daarmee wordt omgaan met dit onderwerp, met de diversiteit. En heel confronterende. Dat zie je ook allemaal op beeld. Tekstballonnetjes en benamingen en dergelijke. Mm. En ze heeft dat eigenlijk uitvergroot en in een gang gezet waar iedereen doorheen loopt. En zij is gaan kijken van wat is eigenlijk de reactie erop als ik dit wat uitvergroot had. Ja, dit hier ben ik ook mee opgevoed. Ik heb ook al die Kuifjeboeken zitten lezen. En dan gaat het om de blik op de ander die daarin zit, verweven in zo'n stripboek. Wat zien we dan voor teksten bijvoorbeeld? 8x9 is toch maar een woord, bijvoorbeeld. Een tekst die zij uit een Kuifje of iets boek heeft gehad. Ja. Nederlands zijn twee dingen. Ik denk dat die niet uit een Kuifje komt. Maar dat zijn toch best wel confronterende teksten. Denk ik, waar je toch dan eventjes stilstaat en over gaat nadenken. En zij heeft ook de reacties van de bezoekers gefilmd en geïnterviewd. Dus daarmee iets gedaan. Ja. En wat ik heel mooi vind aan deze, dat dus dat best wel confronterend is. Het is niet een designproject waar je eventjes langs kan lopen. En denk van, racisme, dit hoekje hier. En ik loop weer verder naar de volgende lamp of de volgende stoel. Ja. Dus en ik hoop heel erg dat die embassy ook zo wordt. Dat je echt zeg maar geconfronteerd wordt met dit soort zaken. Ja. Mooi. Goed vormgegeven ook inderdaad. Je loopt als het ware in een stripboek. Precies. En die wolkjes die zijn op jou van toepassing ineens. Ja. Ja. Heb je er nog één? Even kijken. Ik weet niet welke hadden wij nog meer. Moeten we even herinneren. Dit is Chromorama. Ja. Volgens mij kaartjes. Ja. Dit is een project van Laura Luchtman. Een ontwerpster uit Rotterdam. Weer heel andere kant van het spectrum. Want die heeft gekeken naar kleurenblindheid. En zij heeft eigenlijk een prachtig weefsel ontwikkeld. Een groot tapijt. Waarvoor je een bril moet opzetten. Om te zien wat iemand eigenlijk ervaart als je kleurenblind bent. Dus wat voor kleuren zie je dan eigenlijk? Natuurlijk een heel ander level dan waar Lidiane mee bezig is. Mm-hmm. Maar ook wel weer een heel mooi project, vind ik. Denk ik veel meer inderdaad echt een designproject of wat je zou verwachten bij de Dutch Design Week. Maar toch ook wel weer met een bepaald ideeën erachter van ongemakkelijkheid of iets dergelijks. Ja. Dus we willen eigenlijk echt een rijke schakering maken van allerlei dit soort projecten. Heb ik er nog één staan hier? Dat was de laatste. En die is van Wouter Kovers. Ja. Schaalloos. Ja. Wouter is sowieso ook betrokken bij deze MC om het verder vorm te geven. Heel simpel project. Hij is zelf, ik geloof, 2,10 meter. En ervaart gewoon iedere dag de ongemakken van stadsbankjes. Dat het eigenlijk helemaal niet op zijn maat is of op anders maat. Zijn vriendin is wel heel erg klein. Dus hij is heel erg nagedenken over fysieke beperkingen. Hoe dat vertaald wordt in design in de publieke ruimte. Mm. Dus hij heeft een aantal bankjes hier ontworpen. Volgens mij in Den Bosch. Waarin hij toch probeert ook te laten zien wat dat betekent. Als je lang bent of juist heel klein. En wat voor impact dat heeft. Of wat voor verbinding dat maakt met de straatmeubilair in dit geval. Ja. Ja, ook daar zit natuurlijk een soort gemiddelde in. Ja. Die gehanteerd wordt voor een parkbankje. Alles voor 1,80 meter of iets dergelijks, geloof ik. Dat een bepaalde norm is vastgesteld. Ja. Ja, ik denk drie hele diverse projecten die al wel goed laten zien wat die rijkheid van die MC zou moeten worden in ieder geval. Ja. Ook natuurlijk wel heel erg ingewikkeld, want plaats je dat allemaal op een soortzelfde level? Is kleurenblindheid bij wijze van spreken even ernstig als racisme? Ik denk van niet. Mm. Maar hoe ga je daar precies mee om? Yeah. En nogmaals, hoe ervaart een publiek dit? Dus, Domenica, heb je daar advies over? Hoe maak je een hiërarchie in perspectieven die je wilt laten horen die onderbelicht zijn? Ja. Dat is vaak het probleem in de samenleving, dat er geprobeerd wordt een soort hiërarchie te krijgen. Wat is, en dat is hoe groepen tegen elkaar worden gezet. Er is een mooi gedicht van Audre Lorde, There is no hierarchy in oppression. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. En tegelijkertijd is belangrijk om te kijken van wat is er nodig. Dus hoe kun je wegblijven van die concurrerende aspecten en zorgen dat bepaalde dingen belangrijk zijn. En ik vond mooi wat jij liet zien over die stripverhalen, is onze lichaam reageert anders met bepaalde aspecten. En daarom is die waarneming met hoofd, hart en buik heel belangrijk. Omdat onze lichaam laat ons iets zien wat onze mond en onze hoofd niet erbij kan. En ik denk dat wanneer je dat waarneemt en ook observeert, dat je dat
daarmee aan de slag gaat. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik zou echt wegblijven van die hiërarchie. Maar wel zorgen dat je wel het ongemak wel gaat opzoeken en daarmee iets doet. En niet alleen maar de veilige aspecten gaat werken. Maar ik denk aan jouw lichaamshouding te zien, ik denk dat je daar die confrontatie aan wil gaan. Ja, heel graag. Maar Domenica, als je zegt wegblijven van hiërarchie, hoe je iets presenteert, suggereert natuurlijk een soort van hiërarchie. Daar kun je bijna niet omheen, toch? Moet je dat niet onderkennen en daarmee proberen te werken? Ik bedoel, of als je opent in een zaal, dan vind je dat het belangrijkste. Dan staat je eerste indruk. Ja. Ja. Nee, ik bedoel de hiërarchie van de ernst van wat is erger als je blind bent of je gediscrimineerd wordt vanwege je huidskleur. Ik denk, ja, dat soort dingen moet je echt niet doen. Mm. Dat is wat ik bedoel. Yeah. Bij de ernstige situatie en als je zelf niet het ervaren hebt, kun je het gewoon niet weten. Dus dat is wat ik zeg, blijf er buiten. Maar je moet wel beide aspecten, omdat ze beide echt essentiële aspecten zijn, betrekken in je design. En dat je dan zoekt van... En dat is juist wat ik zei, van de tijd die je nodig hebt om waar te nemen, welke effecten hebben bepaalde dingen en waar wil ik aan werken, dat je daar de tijd neemt en luistert met open hart en dat je ook echt kijkt van wat gebeurt daar. En dan een keuze maakt. Hoe dan ook, je maakt keuzes. Yes. Als je keuzes maakt, sluit je uit. En je bent verantwoordelijk voor het feit dat je uitsluit. Maar zorg ervoor dat je iedere keer dat je structuur creëert en keuzes maakt, dat je iets anders voor, dat je het bewaakt. Over design gesproken moest ik aan denken. Ik weet niet of jullie het verhaal weten van The Eye, het prachtige museum die we hebben. Ja, bij het ontwerp, toen het gebouw klaar was, toen pas hebben ze ontdekt dat ze dus niet, en behalve een goederenlift, gewoon een goede lift hadden, waardoor mensen met een beperking moeilijk binnen konden komen. Althans, via een goederenlift. Mm. Dan merk je dat een prachtig gebouw, ik ga er graag heen, maar de manier waarop de ander min of meer gedwongen wordt, en dan wordt er gezegd, dus we creëren structuren, niet rekening houden met de ander. En dan is het alsof wij de ander een gunst doen, dat wij iets erbij doen. Terwijl bij de conceptie hebben wij de ander buiten gelaten. En zo is ook wat nodig is. Dus wie heb je bij de conceptie in je gedachten gehad om mee te betrekken? Ja. Nou, daar sluit ik wel op aan. Misschien ook even nog over het AI Film Museum. Wat ik ook een prachtig gebouw vind, overigens. Inderdaad, het praktische ontwerp van het goederen of iets dergelijks. Dat gebouw dat opent zich wel, zeg maar, richting de grachtengordel, richting de binnenstad. Mm. Terwijl met zijn achterkant sta je tegen Noord, het armere deel van Amsterdam. Ja, ik vind dat al een symbolisch ontwerp waarin je eigenlijk zegt van deze kant is wel welkom, even gechargeerd gezegd, en die kant niet. Ja. Terwijl als je echt denkt van ja, we moeten een gebouw maken wat voor heel Amsterdam is, dus ook voor Noord, dan zou er toch een bepaalde openheid ook naar Noord moeten zijn. Ja. Dat is eigenlijk de architectonische versie van een eenzijdige blik. Vind ik letterlijk wel. Naar en nogmaals, ik vind het mooi gebouw en ik kom er heel graag. Ja. Geweldig hoor. Dus. Ja. Ja, heel interessant. We gaan even door naar wat gehoord en gewaardeerd voelen betekent met safety. Want dat is de andere embassy. Tabe Goudzwart, curator van Embassy of Safety. Vanuit welke visie opereren jullie? Sluit het enigszins aan bij wat we hier net gehoord hebben? Ja, zeker. Nou, Domenica had het al over verantwoordelijkheid. En dat is wel echt een cruciaal begrip waar we de komende jaren mee aan de slag willen gaan. Verantwoordelijkheid heeft eigenlijk twee kanten. Hè. Het is eigenlijk een soort van plicht, dingen die je moet. Dus we wijzen veiligheidsorganisaties aan die bepaalde dingen moeten regelen, in de gaten moeten houden. Het gaat over wetten en regels. Hè. Dus er zit heel erg een soort vingertje van je zou eigenlijk dat en dat moeten doen. Maar wat meer aansluit bij wat Domenica zegt, is verantwoordelijkheid is ook een gevoel van betrokkenheid. En willen dat dingen goed gaan en ja, ergens zorg voor dragen. En de mooie verbinding van dat thema, hè, vanuit veiligheidsperspectief aan de designwereld, is dat dat designers heel goed zijn in het ontwerpen van handelingsperspectief daarvoor. Hè, dus hoe moet ik me als persoon of als organisatie verhouden tot een bepaald vraagstuk? En kan ik voorstelbaar maken hoe dat eruit gaat zien? Mm. He, dus eigenlijk heel concreet maken hoe dat kan. En
En wat daar ook bij hoort, en daar zijn ontwerpers ook heel goed in, is dat er bewustwording gecreëerd wordt. De wereld waarin we leven verandert heel snel. Soms hebben we ook niet eens goed in de gaten dat we dingen doen die eigenlijk niet mogen. Of dat we eigenlijk met een beperkte blik kijken. Nou, en creatief professionals zijn heel goed in ook de vinger op de zere plek leggen en dat heel expliciet maken. Dus ik denk dat daar ook heel sterk de kracht zit van creatief professionals verbinden aan zo'n veiligheidsdomein. Dit is ook allemaal een beetje abstract, maar nog één opmerking in abstracte zin dan. Veiligheidswereld is heel erg van de regels en de processen, procedures. En de creatieve sector is natuurlijk iteratief, intuïtief, sensitief. Dus dat is natuurlijk een hele mooie, mooie samenkomst. En ja, in een wereld die snel verandert, is het ook soms een beperking om heel erg vast te zitten in regels en procedures. En is het ook een belofte om met die creatieve professionals samen te werken. Ja, dus een beetje weg van de afrekencultuur die je in veiligheidsinstanties, bedrijven vaak ziet, denk ik. Hè? Nou ja, de blik van een verzekeraar. Hè? Als je dit niet hebt gedaan, dan wordt er niks uitgekeerd. Zo dat harde, strenge. Nou, het kan ons ook helpen. Hè? Dus de omgang met hoe zorgen we voor een veilig internet. Daar zouden we eigenlijk een aantal mensen misschien wat meer voor moeten aanwijzen. Vinden we dat de grote techplatforms verantwoord omgaan met onze gegevens? Dus iets meer afdwingen, die plicht bij sommige partijen hoort er denk ik ook bij. Ja. Maar ook appelleren aan en ontwerpen voor de intrinsieke drive van buurtbewoners, van organisaties, van bedrijven om bij te dragen aan een veiliger samenleving. Want die is er ook vaak. Mm. Alleen is er ook geen handelingsperspectief voor. Dat is wat we echt aan het onderzoeken zijn in de MSC of Safety. Ja. Laten we eens concreet kijken naar een aantal projecten. Ja, ik heb een mooi project meegenomen van Dimitri Tokmetsis en Juri Veerman. Is er al eentje uit 2015, maar ik vind hem echt te gek. En het gaat over bewustzijn. En dat is copy-copy. En dat zijn eigenlijk foto's die online gedeeld zijn door mensen van hun kinderen. Ja. Die zij op mokken hebben laten plaatsen en in een webshop te koop aanbieden. Zonder toestemming, stel ik me zo voor. Nou, het wrange is dat de mensen dus eigenlijk zelf toestemming hebben gegeven. Ja. Door het te uploaden? Ja, door bepaalde vinkjes juist niet of wel aan te klikken. En eigenlijk legt Dimitri het heel mooi uit in een interview wat hij met CNN mocht geven. Misschien kunnen we daar even naar kijken. Ik weet even niet of we die klaar hebben staan. Ik denk het niet. Oké. Ik denk even, misschien moet je even vertellen wat er gezegd werd. Nou ja, dus dit zijn foto's die mensen gedeeld hebben op de fotosharing site Flickr. Mm-hmm. Daar kan je allerlei varianten van Creative Commons aanklikken. En zonder zich ervan bewust te zijn dat dat eigenlijk voor iedereen te gebruiken valt, hebben zij dat in een beetje op een wrange manier expliciet gemaakt. Yeah. En wat ze dan ook doen, hè, is als mensen dat dan zien en horen, het was dus flink in de media op CNN en op de Nederlandse televisie, dat ze ook de mogelijkheid bieden voor mensen om dat toch weer te verwijderen. Ja, kortom, echt een hele prachtige manier om die bewustwording groter te maken. Ja, ja, zeker. Je hebt er nog één en dat is de klokkenluiders. Ja, nou, we hebben ook in de afgelopen embassy-jaren hebben we veel aandacht gehad voor ondermijnende criminaliteit. Dus vaak drugsgerelateerde criminaliteit die heel erg verweven raakt in de samenleving, waardoor het eigenlijk het functioneren van de samenleving ondermijnd raakt. Drugsgerelateerde criminaliteit is daar een sterk voorbeeld van. En Daan Wubbe heeft een prachtig project gedaan in Gilserij, in samenwerking met de burgemeester daar, mm-hmm. De heer Boelhouwer. En ze lieten eigenlijk zien dat die criminele labs, dus de ecstasy labs of de hennepkwekerijen, zich gewoon in die kleine gemeente bevonden. Gewoon in de buurt, het is een kleine gemeente, maar verstopt tussen woonhuizen met alle risico's van dien. Daan Wubbe zei, die gewone klokken, daar kijkt toch niemand meer op, want iedereen heeft een telefoon. Ja. Dus laten we het voor iets anders gebruiken. En de burgemeester vond het fantastisch. Dus die is hier live het aantal opgerolde wietplantages in Gilserijen aan het bijhouden. En dan zie je eigenlijk heel voelbaar in je directe omgeving dat er dus weer eentje bijgekomen is. Ja. Dus die mooie schaal, die kleine schaal van dat buurtniveau, van hey,
laten we ons dit gebeuren. Dat is heel mooi ook hierdoor zichtbaar gemaakt. Ja, en ook confronterend, want je kunt ook zeggen, misschien wil je dat als inwoner helemaal niet weten, want misschien word je nu ineens steeds geconfronteerd met die misdaad. Nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar de volgende, want dan steek je eigenlijk je kop in het zand. Ja. Dat is een beetje het comfortabele waar Domenica het volgens mij ook over had, van wie sluit je bewust of onbewust uit? En het is ook comfortabel om je niet tot bepaalde dingen te hoeven verhouden. Ja. Weet je, het is totaal begrijpelijk. We leven in een complexe wereld. Je hebt het al druk, je hoofd zit vol. Is dat nou mijn verantwoordelijkheid? Dat hebben we toch belegd bij die veiligheidsorganisaties? Ja. Terwijl die veiligheidsorganisaties ook zeggen, wij kunnen het niet alleen. We hebben echt in die genetwerkte criminaliteit hebben we de samenwerking met burgers, met bedrijven nodig om om het risico van echte ondermijning tegen te gaan. Dat is die verantwoordelijkheid waar je het over had bij een burger. Ja, en ook voelen en laten zien dat je er iets aan bij kan dragen. Ik heb nog één bewustwordingsproject klaargezet wat gaat over je kop in het zand steken. We zien demissionair minister Grapperhaus met een aantal pillen in zijn hand staan. Ja. En dat zijn dan de symbolische ecstasypillen met die struisvogels erop. En dat is een project van de politie. Een aantal politieprofessionals, die zien dus de achterkant van die drugscriminaliteit. Die zien de ripdeals, de beschietingen, de vergismoorden, de ontplofte laboratoria in een woonwijk. Mm. En die hebben eigenlijk op de vorige editie van de Embassy of Safety het gesprek zijn ze aangegaan met het publiek over, wil je de rode of de blauwe pil? Heel toepasselijk de Matrix-metafoor. Ja. Probeer je de waarheid of wil je eigenlijk het liever niet weten? De illusie, juist. En we hebben een kort filmpje waarin we een impressie laten zien van de vorige Dutch Design Week. Ja. We hebben gekeken naar de wereld van drugs in Nederland. Wat ons opvalt is dat we aan de ene kant het heel normaal vinden in Nederland dat er drugs gebruikt wordt. De samenleving vindt het normaal. De overheid wil hard optreden en de politie zit er eigenlijk tussenin. Het valt ons op dat mensen die drugs gebruiken, maar ook beleidsmakers, die hebben hun stokpaardjes. Zoals het moet legaal worden of we moeten het hard aanpakken. En niemand gaat met elkaar in gesprek. En wat wij eigenlijk willen is mensen confronteren met elkaars werelden. Bij de Embassy of Safety word je voor de keuze gesteld. Wil je de waarheid zien achter de drugswereld? Hebben we toepasselijk gedaan met een rode en een blauwe pil. Bij de rode pil dan ga je de confrontatie aan. Dan krijg je beelden te zien van wat de politie ziet van de drugswereld. Mensen vinden het goed om de wereld van drugs beter te leren kennen. Men ziet vaak alleen de positieve kant of de negatieve kanten. En mensen vinden het interessant om te zien hoe de politie er tegen aankijkt. Ik merk dat het ook goed is om eerlijk te zijn over onze frustratie als politie, de vermoeidheid die we hebben en daarover in gesprek te gaan. Ja, iets waar we ook nu echt mee aan de slag gaan is de jonge aanwas van criminelen. Je ziet dat jongeren in vaak kwetsbare buurten geworven worden voor een criminele carrière. Dat is echt ondermijnend. Hè? Dus we zeggen, jongeren zijn de toekomst. En als ze een criminele carrière kiezen, dan komen ze daar niet vaak uit. Leidt vaak tot excessief geweld. En dat valt eigenlijk bijna niet meer bij te sturen. Dus is er heel erg nu een focus op de preventieve kant daarvan. Kunnen we ook voor die jongeren nieuwe handelingsperspectieven ontwerpen? Kunnen we voor zorgprofessionals om hen heen, voor scholen waar ze op zitten, voor buurtbewoners, kunnen we daar eigenlijk in een gedeelde verantwoordelijkheid kijken of we daar of we dat kunnen voorkomen? En dat gaan we samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid doen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En we gaan samen met 8 gemeenten, die gaan we eigenlijk koppelen aan ontwerpers. Om de komende jaren, we gaan de komende jaren hiermee aan de slag. Wat ik al zei, en bewustwording en nieuwe handelingsperspectieven voor het ontwerp. Mm. Domenica? Het mooie wat je doet, Tabo. Dit is een heel belangrijk aspect wat ik zei over die artificial intelligence. Ik weet niet, misschien kennen jullie hem, de universitair docent, hoofddocent Senay Gebrab. Die met AI Labs, Civic Labs, bezig is
om dit soort aspecten ook te betrekken? Hoe zorg je ervoor, de negatieve aspecten van artificial intelligence kennen we, ja. Maar wat kun je, op welke manier kun je het positief doen? Dat zijn hele belangrijke aspecten. Wat je net over veiligheid zegt, ik ben op dit moment bezig in Europa met een advies formuleren over hoe bestrijd je moslimracisme in heel Europa. En een van de aspecten is nu vanwege veiligheid, vooral veel jongeren met of vermeend moslim geloof, of ze dat geloven of niet, dat wordt in het midden gelaten, het wordt op die manier ook geframed, hoe ja. zij dan in die in trajecten worden geduwd, waardoor justitie en gemeente en dat soort dingen bezig zijn vanuit repressie, wel iets snels te willen doen. En dat vind ik soms wel heel gevaarlijk. Ja. Omdat er hoe dan ook, net zoals wordt gezegd van, je bent een hamer die op zoek is naar de spijker de ja. hele tijd. Ja, heel herkenbaar. Die waarop je gewoon iemand gaat zien, is altijd in een potentiële crimineel. Ja. Terwijl, net zoals we het hadden over de structuur die het resultaat is geweest, ja. van uitsluiting en dat soort dingen, die kunnen er buiten blijven. En dit soort projecten is niet voor het eerst. Ik ben niet cynisch, maar ik denk van, er moet echt iets anders gebeuren. Wil je vertrouwen krijgen? Want we ja. hadden, veiligheid is gebaat bij vertrouwen. En vertrouwen zeker. Betekent, we hebben nu gezien, iedereen die heeft het over de toeslagaffaire in het migratierecht en noem maar op, zie je dat de manier van denken vanuit een bepaalde invalshoek gericht op weren en de belangen die er zijn, die zorgen ervoor dat je daadwerkelijk in het creatieproces begint al vanuit een gegeven perspectief. Ja. Dat is iets dat ik dan vraag aan jou is, hoe zorg je ervoor dat dit soort ministeries die echt in een bepaalde stramien al zitten, ja. dat zij daadwerkelijk in staat zijn om vrij in een soort experimentele fase te komen. Of ze ja. daarna het ook daadwerkelijk gaan implementeren, is de vraag. Omdat dat betekent dat ze dan hun primaire, de reden waarom ze op aarde zijn, op een gegeven moment moeten gaan herformuleren. Dat gebeurt niet zomaar. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. De politieke belangen. Maar in ieder geval dat de creatieproces daadwerkelijk ja. ervaren. Ik denk dat ja. dat hoop ik. Dus mijn vraag aan jou is ook, hoe zorg je daarvoor? Ja, ja dat is een hele goede vraag. En daar kan ik heel veel over zeggen. En dat wil ik ook doen. Gaat inderdaad over heel veel dingen. Het begint al met de verwachting van wat je met elkaar gaat doen. En het is al heel goed om te zeggen, we willen op systeemsniveau, dus al die vaststaande structuren, die willen we herontwerpen. Het probleem daarbij is vaak dat tot meetbare resultaten moet leiden. En repressiecijfers kan je meten. Dat is een Excelletje met onderaan de streep een aantal. Liefst worden daar vooraf afspraken over gemaakt. Hè, terwijl de wereld verandert supersnel. Dus dat is ook niet meer van deze tijd. Dus ja, je wil impact hebben op dat systeemsniveau. De samenwerking met creatieve professionals heeft in ieder geval de connotatie dat dingen anders mogen. Dus als ik creatief professionals verbind aan politieagenten of mensen van een ministerie, dan is er al de verwachting van, oh, ik mag me als professional ook anders gaan gedragen. Nou, gecombineerd met van elkaar leren en op inhoudsniveau die nieuwe perspectieven van ook laten zien hoe je je anders kan gedragen. Hoe je bijvoorbeeld hoe je ook preventief in kan gaan zetten en ook hoe dat van waarde is. En dat je dat ook met elkaar vindt en centraal stelt in de manier waarop je het werk organiseert met elkaar. Ja, dat is de manier van werken. Dus ontzettend veel die verbindingen laten ontstaan. Daarvan leren, ook een beetje de cultuur creëren dat nodig is en dat tot mooie resultaten oplevert. Ik zie het ook graag als een cultuuromslag. Dus het is een beetje soft power, maar ik kom ook uit het jongerenwerk. Dus ik geloof daar ook heel erg in. Dus dat we eigenlijk een cultuur creëren waarin mensen ander gedrag mogen vertonen, waarin je andere mensen toelaat in het nadenken over het vraagstuk.
waarin je ook de verantwoordelijkheid kan pakken en ook preventief kan inzetten. Ik heb nog mooi voorbeeldproject die ik graag nog zou willen laten zien. Ja. Dat heet No Room for Sex Trafficking. Dat gaat over seksuele uitbuiting. Mm-hmm. Ja, ook zo'n wijdverbreid probleem wat onder onze neus afspeelt. En dit is een mooi project waar What The Studio en What Design Can Do en Standby als creatieve bureaus aangewerkt hebben. Samen met het OM, het Ministerie voor Justitie en Veiligheid en ook Defense for Children. En hier hebben ze een publiekscampagne gedaan. Dus dit was op Abris te zien in de stad. En dit hing aan de fietsen bij het station geparkeerd. Dus het ging ook heel erg over bewustwording. Maar dit was tegelijkertijd een programma wat ook handelingsperspectief bood voor bijvoorbeeld hoteleigenaren. Hoteleigenaren, ja, die willen best wel zelf zich sterk maken hiervoor. Mm. Maar ja, hoe doe je dat? Dus dit is een certificatiesysteem geworden. Dat als je die veiligheidsorganisaties hebben natuurlijk de kennis. Die snappen hoe je dit soort signalen kan herkennen. En die expertise boden ze aan. Voor hoteleigenaren om dan een certificaat te kunnen halen van wij zijn getraind om die signalen te herkennen. En daarmee kunnen we ook laten zien dat we ons best ervoor doen om dit tegen te gaan. Dus als hoteleigenaar zou je dan leer je hoe je gedwongen prostitutie herkent? Ja. Als het in je hotel plaatsvindt. Wat de signalen daarvan zijn? Precies, en wil je ingrijpen? Dat zeg je eigenlijk met zo'n certificaat. Ja, dan leren ze ook van hoe ze daar dan mee om kunnen gaan. En het heeft natuurlijk ook een afschrikwekkende werking als er heel veel hotels zeggen, ja, wij maken ons sterk ervoor. Hmm. Wij voelen ons betrokken bij dit onderwerp en wij willen graag ons personeel trainen om dit tegen te gaan. En dan word je weerbaar als samenleving tegenover dit soort dingen. Ja. Ja, dus het is zowel de harde eis in de vorm van een certificaat als de zachte kracht en het handelingsperspectief wat een designer kan toevoegen. Ja, de hoteleigenaar, dat is een positieve insteek. Hè. Het levert hun iets op en ze willen graag laten zien dat ze bijdragen. En je maakt het inderdaad hard door een medaille op te spelden als het... Het is best wel complexe materie natuurlijk. Ik kan me best voorstellen dat voor ontwerpbureaus die zich hier niet verder iedere dag mee bezighouden, die moeten zich er helemaal in verdiepen. Ja. Gaan die er vervolgens ook verder op door? Of wordt het misschien wat juist heel eendimensionaal? Ik ben wel benieuwd hoe ontwerpers daarmee omgaan. Nou ja, dit onderzoek is gedaan door Standby, echt een sterk onderzoeksbureau. Het was een oproep van What Design Can Do in samen met een aantal veiligheidsorganisaties. En What The Studio heeft het dan vertaald naar eigenlijk een website en eigenlijk materiaal wat voor iedereen te gebruiken is en beschikbaar is. En als je naar die website gaat, dan zie je ook de achterliggende informatie van de problematiek. Dus dat is eigenlijk, laat ik zeggen, optimaal gefaciliteerd om door de sector zelf te gebruiken. Ja. Ja. Mooi project. Ja, Domenica? Ik ben benieuwd op welke manier dan de vrouwen of de mannen die trafficked zijn, of met hen ook gesproken is, of met hun organisaties en hoe zij dit hebben ervaren. Hebben jullie daar ook een zicht op? Dat zou ik niet durven zeggen. Wat ik gezien heb op die website, het is wel vanuit alle perspectieven ontsloten. Ik weet niet in hoeverre het onderzoeksbureau Standby ook met belangenorganisaties of met de feitelijke doelgroep gesproken heeft. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar, wat ik zag op de website is dat er heel veel verschillende persoonlijke verhalen anoniem gebracht zijn. Ja. Dus daar heb ik doorheen zitten lezen en dat vond ik interessant dat daar ook de diversiteit in het aantal gevallen naar voren kwam. Dus er waren echt mensen die het slachtoffer waren van mensenhandel of gedwongen prostitutie. Ja. Maar ook weer iemand die het juist graag wilde doen en die wiens collega's opgepakt werden omdat ze dit faciliteerden, zeg maar. Ja, dus, ja. Dus beide perspectieven zaten er wel in. In ieder geval die twee tegenstellingen staan we bij. Ja, Standby kennende. Ik heb ook met ze samengewerkt waarbij we keken naar de toekomst van de politie. Zij spreken met de partijen waar het over gaat. Hè. Dus dan daar gaan ze er naartoe of ze organiseren bijeenkomsten. Dus ik kan het niet feitelijk zeggen voor dit project, omdat ik het niet weet. Maar hen kennende, denk ik dat het goed zit. Ja. Ja.
Maar dat is inderdaad altijd iets wat je in je achterhoofd moet houden. De mensen om wie het gaat in de praktijk, als alle stof is neergedaald, die moet je aan tafel hebben. Nou, ik zou het sterker willen zeggen. Ik durf te zeggen dat het samenwerken met creatief professionals, een van de proposities is dat ontwerpers goed empathisch onderzoek kunnen doen. We kennen echt wel de customer journey. Dat is dan een soort vermarkt product wat dan door ontwerpers in design thinking bijvoorbeeld sessies aangeboden wordt. Mm. Maar het echt naar de situatie toe gaan, invoelen wat het is. Domenica zegt met hoofd, maar ook met hart en buik dat ondergaan. En dat laat zich lastig vertalen in cognitieve cijfers. Yeah. Maar juist dat is wat echt de toegevoegde waarde is van het samenwerken met ontwerpers. En wat ik ook terugkrijg uit de samenwerking die ik mag organiseren. Ja. Ja. En die hart en buik, hoe krijg je die er nou in? Daar wil ik graag de laatste minuten aan besteden. Domenica, heb jij daar een idee over? Want inderdaad, het zijn zachte krachten belangrijk, maar hoe pas je ze nou goed toe? Om te beginnen wil ik ook een ander belang ook toelichten. Hoe divers is het onderzoek, zijn de onderzoekers? Omdat dat wanneer onderzoekers zelf wel met mensen spreken, maar zelf niet die diverse achtergrond hebben, en daarin ook gevoed worden vanuit de diverse achtergrond die bezig is, dat ook wel een bepaalde manco heeft in en dat is waarom diversiteit en inclusie samen met elkaar gaat. En het heeft ook te maken van, als je niet wanneer het ontwerp met elkaar op deze manier vanuit je ervaring in de nitty-gritty dingen elkaar kan corrigeren en niet alleen maar gecorrigeerd wordt doordat je in je de stakeholders hoort, dan is er iets anders. En het heeft niet alleen maar te maken met één onderzoeker die dan lesbisch is en zwart is en noem maar op. Dus weet je, dat soort dingen die we dan doen. Maar dat werkelijk in de machtsstructuur van die onderzoeksorganisatie, hoe borg je daadwerkelijk de inclusiviteit? Omdat wat ik vaak zie is dat heel veel onderzoeksorganisaties wit zijn. Ja. En wit niet alleen maar qua uiterlijk aan de buitenkant, maar ook in heel veel aspecten, waardoor ze spreken met de ander, maar wanneer je het niet in je hebt, ja, dan heb je een hele andere dynamiek. Dus dat wil ik echt een belangrijk punt, wil ik gezegd hebben. En het tweede, dat hoofd, hart en buik heeft gewoon te maken dat je vertraagt. Hmm. Vertraagt in die zin dat je tijd neemt, dat je verbinding maakt met de ander, dat je echt gewoon leert waarnemen. En waarnemen is niet alleen maar even zien en doen, maar echt daadwerkelijk. Dat is waarin je het gewoon ziet. En het hart is op het moment dat je denkt van, iedereen heeft een gut feeling. En die gut feeling, hoe serieus neem je dat? En spreek je dat uit? Mm-hmm. En zet je het op tafel, waardoor er naar gekeken kan worden. En het ongemak ook, zeg van, dit vind ik echt niet kunnen. Omdat zeker in het veiligheidsdomein, kort geleden hadden we, weet je, die films die we hebben van FBI en CIA en dat soort dingen, maar over ons eigen AIVD, over justitie en politie. Dus in hoeverre worden daar vanuit een bepaalde ik kijk vooral hoofdzakelijk vanuit geracialiseerd denken. Dus mm-hmm. Wij hebben allemaal een geracialiseerde opvoeding, of het willen of niet. Mm-hmm. Of het wit zijn of zwart zijn, dat hebben we. En het effect daarvan in onze definitie van veiligheid, in onze waarneming. En dus dat heeft tijd nodig. En daarvoor hebben de mensen nodig dat ze de tijd nemen om dat onder ogen te zien. En het effect daarvan op hun beleid en op hun handelen. En dat je daarop kan corrigeren. Dus dat je fouten maakt, maar dat je daarop gecorrigeerd kan worden. En daar heb je de ruimte en de veiligheid nodig. En je doet wel wat je moet doen. Je bent niet echt een padvinders of niks verkeerd over padvinders of wat dan ook. Je moet doen wat je moet doen als politicus. Voorzichtig. Ja. Maar waar het om gaat is dat je wel al deze aspecten betrekt. Ja, ja. Ja, en ik vind toch een interessante spanningsveld tussen eigenlijk gut feeling en rationeel handelen. Want als je misschien niet beseft dat wat je doet verkeerd is, dan kan jouw gut feeling zeggen, maar ik doe alles toch goed,
En ik ben toch een goed mens, dus over tot de orde van de dag. Dat is, daar zit voor mijn gevoel toch een spanningsveld. Nou, ik denk dat is bijvoorbeeld, ik blijf bij discriminatie. Mensen denken dat als je de intentie niet hebt om uit te sluiten, dat je dan het goed doet. Maar precies. Wat je kijkt is, je kijkt naar het effect. Ja. Ja. En dat is de richtsnoer. Het effect van je handelen, niet handelen. Wat je niet zegt, wat er niet gezegd mag worden. Dus daar kijk je naar. Je kijkt naar wat er gebeurt. Nou, je kijkt naar het effect. En je kijkt naar wat niet of wel gezien kan worden. Dus nou, en dat is een proces. Het heeft tijd nodig. Ja. Daar moet je wel voor gaan. Dus meer tijd uit, laten we zeggen, ervoor uittrekken. Dat is belangrijk. Ja, dat is paradoxaal. Aan het begin al. En dat is waar paradoxaal. Want als er een heel lastig probleem is, dan heb je de neiging om heel hard te gaan werken. Dan ga je hard lopen en dan voel je zo die spanning toenemen. En dan komen er ontwerpers, creative professionals, die zeggen, oké, we gaan even helemaal eruit stappen. We gaan even de tijd ervoor nemen. En dat is nodig. Hè? En dat voelt compleet tegenstrijdig. Maar we hebben zo'n groot probleem. Ja. Maar toch is dat nodig om echt even van de buitenkant naar jezelf te kijken, die andere blik toe te laten, heel nadrukkelijk het discomfort toe te laten. Dus je zegt ook, in die samenwerking zal blijken dat jij onderdeel van het probleem bent. Dus weet van tevoren dat het ook ongemakkelijk gaat worden voor je. Soms niet eens bedoeld, maar doordat we die andere perspectieven toelaten en echt even ook de complexiteit nog groter maken, is ook vaak oncomfortabel. Maar het is wel nodig om uit die groef te stappen van dat denken wat het probleem in stand houdt. Mm. Dat is eigenlijk de belofte van de samenwerking met Creative Professionals, waar de Dutch Design Foundation ook voor staat. Hè, dus gun jezelf de ruimte om met Creative Professionals, maar ook met elkaar, want je hebt ook elkaar nodig. En ook nieuwe partijen erbij te betrekken, waar we handelingsperspectieven voor ontwerpen, om echt die grote opgaven met elkaar aan te pakken. Ja. En dat zijn geen oplossingen die je eventjes na oktober, als de Dutch Design Week geweest is, klaar hebt. Maar waar je meerjarig aan moet werken. En voor mijn Embassy of Safety is er natuurlijk ook de oproep van, zijn er projecten, zijn er partijen die heel graag mee willen doen? Ik sta er heel erg voor open. Want we willen daar de komende jaren graag met heel veel mensen aan gaan werken. Staat genoteerd, Johan. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook geldt, voor jou misschien. Absoluut, absoluut geldt daarvoor. En ik denk ook nog even aansluiten op wat Domenica zei, dat idee van vertraging, wat Thabo ook al aangaf. Ik vind dat heel erg eigenlijk mooi, ook wel in de context van een Design Week, waar je natuurlijk gebombardeerd wordt met ik weet niet hoeveel projecten. En iedereen wil altijd, je moet nog daarin. Dus als je even in die embassy kan zijn, waar je even tot rust kan komen en die vertraging kan hebben om over de dingen na te denken, maar misschien ook je gut feeling op bepaalde presentaties te laten reageren. Ik denk dat het heel mooi is als de MC dat zou kunnen bewerkstelligen. Ja. Dus en iedereen is welkom om een project aan te dragen, net als Thabo. Geweldig, dankjewel. Ik wil jullie allemaal bedanken, Thabo, Domenica, Jorn, voor jullie inbreng. Fijn dat we zo bij elkaar konden komen, ook virtueel. Dank jullie voor het kijken. Dit is de laatste van deze vierdelige reeks. Maar na de zomer, na de Dutch Design Week, zijn we er weer. Tot die tijd hopen we je natuurlijk in Eindhoven te zien. Op die Dutch Design Week 16 tot en met 24 oktober in Eindhoven. Heel graag tot dan en dank voor het kijken.